Nasser Fakhtay. Hij is schrijver en dichter. En hij gaat een aantal gedichten voor u voorlezen die nog niet gepubliceerd zijn. Dus dat is heel interessant. Bent u de eerste die dat zo hoort. Er is één gedicht dat gaat specifiek over wat er op het moment aan de hand is in Iran. Het gedicht over Neda en dat heet Neda's glimlach. Ik wil graag een warm applaus voor Nasser Fakhtay. Khabaran is een massagraf in de oostelijke gedeelte van mijn geboortestad Teheran. Neda's glimlach. In de verplaatsing van de verscheurde kleuren van de zonsondergang zit een merkwaardige verbijstering verscholen. Merkwaardiger dan een tengere vrouw die vanuit de verte komt en plotseling wordt haar jurk en vlag in de handen van een man die geen ongelijkenis heeft met mij in mijn jongere jaren. Nu kunnen jullie ook de glimlach van Neda inlijsten en heel voorzichtig ophangen naast de mitra ergens in de buurt van Galar. En als slot ga ik je hetzelfde gedicht wat ik je voor Neda voorgedragen heb in het Farsi in mijn moedertaal voordragen. Laat gaan de Neda. در جا به جایی رنگ پاره های غروب بهت غریبی نهفته است، غریب تر از زن ریز نقشی که از دور بیاید و ناگهان پیراهنش پرچمی شود در دست های مردی که بیشباهت به جوانی من نیست. حالا می توانید لبخند ندا را هم قاب کنید و با احتیاط جایی هم جبار میترا در حوالی خاوران بیاورید.